Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Mevrouw, is dit Betanië? Jazeker, kleine koning, dit is Betanië. Kan ik je ergens mee helpen? Misschien wel. Ik ben Izar uit Magodia en ik zoek Jezus, de koning van de wereld. Ach, wat spijt me dat nou. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Oh, ja, dat dacht ik wel, maar ja. Je ziet er moe uit, Izar. En je ezeltje ook. Weet je wat? Ik ben hier klaar, ga met me mee naar huis. Dan kun je uitrusten en dan zal ik iets lekkers voor je klaarmaken. Graag. Ben je lang op reis? Oh ja, al heel lang, mevrouw. Ik heet Martha. Ik ben de zuster van Maria en Lazarus. Oh. Zegt die naam je niets? Lazarus? Nee. Oh, ik dacht dat iedereen al over hem gehoord zou hebben. Oh, is hij beroemd of zo? Zo zou je het misschien kunnen zeggen. Mijn broer is een tijdje geleden heel erg ziek geweest... En gestorven. Oh, dat spijt me. Maar hij leeft weer. Oh ja? Is hij... Heeft Jezus zijn hand gepakt en gezegd... Sta op. Zo ongeveer. Zo ging het ook bij het dochtertje van Jairus. Ik heb haar ontmoet in Capernaum. Ze was heel erg ziek. En toen ze dood was, heeft Jezus haar weer levend gemaakt. Oh ja? Dat had ik nou nog niet gehoord. Mijn broer Lazarus was al begraven. Oh, we hadden zo ons best gedaan om Jezus op tijd te waarschuwen. Jezus is een goede vriend van ons, weet je. Hij komt vaak bij ons thuis als hij in de buurt is. Maar toen konden we hem niet vinden. En toen we Lazarus begraven hadden, dachten we dat alles voorbij was. Maar eindelijk kwam hij. Mijn zuster Maria zag hem het eerst. Ach, Jezus was zo verdrietig toen hij het nieuws hoorde. Hij hield erg veel van Lazarus. Hij ging met ons naar het graf en hij vroeg ons de grafsteen van de ingang weg te rollen. Dat deden we. Eerlijk gezegd was ik best een beetje bang. We begrepen niet wat Jezus van plan was. Hij huilde. En ik zei, Lazarus is nou al 4 dagen dood, meester. Wat kunt u nou nog doen? Maar Jezus riep het graf in, Lazarus, kom naar buiten. Oh, ik hield mijn hart vast, Isaac. Maar toen kwam Lazarus naar buiten. Wat zal iedereen blij geweest zijn? Wij waren verschrikkelijk blij. Maar niet iedereen, Izar. Er waren ook mensen die hun eigen ogen niet geloofden. Die gingen kwaad van spreken. Hoe bestaat het? Er zijn echt heel veel mensen die niet in Jezus willen geloven. Al staan ze vooraan in de rij als hij een wonder doet. Hier wonen we. Laat je ezeltje hier maar staan. Niemand zal hem meenemen en straks geven we hem ook wat te eten. Ik heb een gast meegebracht. Dit is Izar uit Magodia. Dit is mijn zuster Maria en dit is Lazarus, mijn broer. Dag Izar. Wat een mooie kroon heb jij op. Ben je een koning, Izar? Ja. En je komt helemaal uit Magodia... Hij is op weg naar onze vriend Jezus. Ik ga gauw iets te eten voor hem maken. Ga toch zitten, Izar. Dank u. Wat ruikt het hier lekker? Je ruikt de nardesmirre. Gisteren was Jezus bij ons met zijn leerlingen. Ze hebben hier de maaltijd gebruikt. En na het eten kwam Maria met een kruik nardesmirre. Om de voeten van Jezus te wassen. Is dat niet heel erg duur, nardesmirre? Ja, het is een kostbare geurstof die uit hars wordt gemaakt. Maar voor Jezus is alleen het beste goed genoeg. Dat vinden wij. Maar dat vond Judas niet. Judas? Was hij er ook? Hij is een van de leerlingen van Jezus. Hij snauwde Maria af en hij zei dat ze de mirre beter had kunnen verkopen. En het geld aan de armen geven. Ik schrok ervan. Zijn stem klonk zo boos. Maar gelukkig nam Jezus het voor me op. Later toch, zei hij.
De arme mensen zullen jullie nog heel lang bij je hebben, maar mij niet. Wat bedoelde hij daarmee? Dat er altijd armoede op de wereld zal zijn, denk ik. Nee, Lazarus, zo heb ik dat niet begrepen. Ik geloof dat Jezus bedoelde, je hebt nog tijd genoeg om voor de armen te zorgen, maar mijn tijd raakt op. Denk je dat hij over zijn eigen dood sprak? Ja. Hoorde je dan niet dat hij het over zijn begrafenis had? Zo, kijk eens, Isar. Dat mag je allemaal opeten. Nee, dat moet je allemaal opeten. Oh, maar ik weet niet of ik... Jawel, je moet er nog van groeien. En je ezeltje heb ik ook al wat gegeven. Dank u wel. Gisteren heeft Jezus nog bij ons gegeten. Dat hebben we hem al verteld, Martha. Ach, natuurlijk, ik was bezig. Het was een hele verrassing dat hij kwam. Het is een beetje gevaarlijk voor een geworden hier, weet je. Maar ik denk niet dat iemand een hand naar hem zal durven uitsteken. Jawel. Hè? Daarom heb ik een beetje haast. Judas wil Jezus verraden. Echt waar? Ik denk dat Jezus het wel weet, maar toch wil ik hem waarschuwen. Denk je dat dat helpen zal, Isar? Jezus gaat zijn eigen weg. Hij laat zich door niemand van de wijs brengen. Toch ga ik naar Jeruzalem. Jij laat je ook niet van de wijs brengen, hè? Je bent een dappere jongen. En je zit te springen om weg te gaan. Ja, ik zie het wel. Nou, je hoeft echt niet alles op te eten, hoor. Ik zal de rest voor je inpakken. Ik hoop niet dat u me onbeleefd vindt. We begrijpen het. En je hebt gelijk. Je moet doen wat je kunt. Ik zou graag met je meegaan, Isar. Maar ook wij worden in de gaten gehouden. Sinds Jezus mij uit de dood heeft opgewekt, word ik gewantrouwd. Ik zou Jezus in moeilijkheden kunnen brengen door naar hem toe te gaan. Ga nu maar gauw, Isar. Dank u wel voor het heerlijke eten. U bent allemaal erg aardig. Ik begrijp waarom Jezus hier zo vaak komt. Die kleine koning heeft heel wat voor Jezus over. Ik wou dat er meer waren zoals hij. Hij houdt van Jezus, net als wij. En als je van iemand houdt, ben je sterk.